bij ons vanavond Arno van Ommeren. Een aantal dagen nadat ze op bezoek zijn geweest in Rotterdam op het kasteel, oftewel Spangen. Arno, het is een leuk dagje geworden, heb ik begrepen, of niet? Fantastische dag, ja. Ja. Een enorme leuke dag gehad met z'n allen. Ja. Had je ooit kunnen denken dat het zo'n leuke dag zou worden? Nee. Dit overtreft alle verwachtingen, denk ik. Ja. Het was al vroeg dat jullie van huis gingen. 10 uur, geloof ik, ben je vertrokken, hè? Ja, we zijn om 10 uur, klokslag 10 uur, zijn we vertrokken. Want we hadden de tijd hard zat nodig. Ja. Dus luister even naar de kerkklok. Ja, 10 keer geslagen. Ja. En dan vertrekken jullie. Ja, uurtje rijden, denk ik, hè? Ja, exact een uur. Ja. Geweldig mooie bus hadden we. Ja, een grote bus zelfs. Een hele grote bus. Volgens mij zaten er 86, volgens Paul zaten er 87 mensen in, begreep ik. Dus, en er was nog wat te eten ook. Ja, broodje, perfect, hè? Verzorgd door Henny Prins, gesponsord door Dietrich Saaier. Mooie lunchpakketjes verzorgd, dus dat was perfect. Ja, het was eerst de bedoeling dat er een kleinere bus zou gaan. Uiteindelijk is er dan een grotere bus gekomen. Maar je had nog wel een grotere bus kunnen hebben misschien. Er waren zoveel aanmeldingen. Ja, we hadden er nog wel een bus bij kunnen hebben. Er zijn ook heel veel mensen op eigen vervoer achter de bus aangereden. Dus het was een hele kolonne richting Rotterdam. Ja. Dus was, en dan komen jullie aan op het kasteel Spangen. Leuke ontvangst? Fantastische ontvangst. Fantastische mensen. Was echt, die waren ook blij dat wij er waren. Dus het was heel leuk om mee te maken. Ja. Hele fijne mensen. Ja. Voorzitter zelf aanwezig? Ja. Jeugdvoorzitter, denk ik. Ja. Hè? Ja. En dan, ja, dan gaan jullie je voorbereiden op die wedstrijd tegen Oud-Sparta. Die opkomst was ook indrukwekkend, hè? Ja, dat was supergoed geregeld. Het was authentieke melodie. Ik kwam het veld op bij de elftallen. Dus ook dat was heel erg. Ja, en dan had je ook nog een bijzondere scheidsrechter. Ja. Een hele bijzondere. Ja. Roelof Luinke, ja, was heel leuk om mee te doen. Fantastische kind. Ja. Hij had het enorm naar zijn zin. Ik denk dat hij nog zin heeft. Het zou best kunnen. Ja. 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 En dan de wedstrijd op zich. Ja, leuke wedstrijd. Een hele leuke wedstrijd. Sparta kwam één voetbal tekort. Bij Aans. Oh, dat was nog niet de eerste, de beste die je dan uitgeleend hebt. Nee, maar je had slecht getraind van de week. Dus waren we eigenlijk blij dat we een poosje van af waren. Kan me voorstellen. Ja. En later heeft Remco Sepp er ook nog een kwartiertje mee gespeeld. Ja. De eerste helft, hoe verliep die? Goed. Waar je iets meer kansen. Maar dat was een leuke wedstrijd. Ja. Werd er nog gescoord in de eerste helft? 2 keer 30 minuten hebben jullie... We hebben 2 keer 30 minuten gespeeld, inderdaad. Nee, eerste helft is afgesloten met 0-0. Ja. Ja. En hoe lang hebben jullie rust genomen? Een kwartiertje? Ietsjes korter. Ja, omdat je ook wat korter voetbalt natuurlijk. Ja, iets korter voetbal. Het was prachtig weer. Iedereen wilde weer naar buiten toe. Dus, ja. En Dietrich Saaier had de opstelling goed staan. We wisten van tevoren al wie er allemaal ging spelen. Dus hij hoefde eigenlijk niks meer te zeggen. Ja, alle spelers zijn aan bod gekomen. Jazeker, ja. Ja. Nou, en dan in de tweede helft. Dan vallen de doelpunten. Nou, en wat voor doelpunten? Voor ons scoorde Richard Smaal een fantastisch doelpunt. Richard, ja. Ja, fantastisch doelpunt, ja. Echt een mooie? Heel mooi, ja. 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 En dan denk je, we gaan met de volle buit naar huis. Helaas, dat ging niet lukken. Nee. Want vertel. Nee. Nou ja, bij hun liep er één voetballer in boven de 70, 77 zelfs. Pieter Vries. En landskampioen geworden in 1959 met Sparta, begreep ik. Dus was fantastisch. En op een gegeven moment onderschepte hij een slechte bal van Jordi Brands. Hij poorte Wim de Boer. Dat vind ik toch wel knap als je Wim de Boer poort. Ja, ja. Vond hij niet leuk? Dat kun je wel. Nee, die baalde er goed van. En toen passeerde die Daffy, onze keeper. En toen schoot hij keihard in de hoek. Ja, 1-1. En 1-1. En daar bleef het bij. Ja, daar kon iedereen vrede mee hebben. Dat denk ik al. Jazeker. Ja. Nou, en dan na afloop moesten jullie nog eventjes met al die aardspelers natuurlijk even wat nuttigen. Ja, maar de derde helft hebben wij wel gewonnen. Die heb je ruimschoots gewonnen? Jazeker. Ja, ja Lange. Ja. Zou die al thuis zijn? Ik denk niet. Even afwacht. Nee. Al met al een gezellige dag. Daarna hebben jullie nog even naar het eerste zitten kijken. Ja, we missen alle tenminste. Dat was de bedoeling. We hebben af en toe een flits gezien van het eerste. Maar inderdaad, we hadden goede gelegenheid om onze eerste te bekijken. Ja. Nou.
al met al geslaagd volgens jou? Ja, meer een fantastische dag. Ja, ja. Ja, met dank aan een heleboel mensen die daar zorg hebben gedragen dat het allemaal mogelijk werd. Ja, dat was... Ja. Want er komt heel wat voor kijken. Die bus moet geregeld worden, er moeten hapjes zijn. De hapjes, drankjes, de Lotto Toto. Ja, oh ja, ja, er was ook nog een verloting. Hè? Ja, had een jongetje gewonnen, geloof ik. Hè? 150 euro of zo. Ja, 118 of zo. Ja, maar in ieder geval een heel leuk bedrag. Maar daar komt iets leuks voor kopen, denk ik. Ja, het was heel leuk voor Adrie om dit ook te doen in zo'n volle bus. Ja.